I don't know, het is januari. Ik denk dat je dat velletje gewoon kan eten, toch? Nee, denk ik niet. Camille, waarom ruik ik je nou? Dit is echt heel lekker. Yes, welkom bij weer een nieuwe video. Het is weer zover, we gaan weer een proefvideo doen. Want nieuw jaar, nieuwe producten. Gewoon ouderwets nieuwe producten proeven. Ik heb er heel veel zin in. Waar ga ik mee beginnen? Waar ben ik het meest benieuwd naar? En ik zie wel waar iedereen mee is begonnen. Dat is de... Banoffee. Gevulde melkchocolade van de Jumbo. Dat kan of heel goed zijn, of... of het tegenovergestelde. Oh, hij ruikt echt super heftig. Wow. Ja, bananensnoepjes. Lijkt het even, ik al een beetje misselijk. Oh, er zit ook nog toffee in natuurlijk. Ja, banoffee. Het ziet er wel echt lekker uit. Het ziet eruit als die, die kinderreepjes. Ja, oké. Oké, het ruikt echt wel heftiger dan dat het smaakt. Ik vind al deze dingen los van elkaar heel lekker. En ik weet dat het gecombineerd ook lekker is, maar het is eigenlijk best oké. Het is minder vies dan ik eigenlijk had verwacht. Voor mij persoonlijk een beetje too much. Als je er heel veel van eet, dan word je er echt wel misselijk van. Het doet ook best wel een beetje pijn aan mijn tanden. Dat heb ik wel met chocola. Maar het is wel leuk om een keer te proberen. Oh. Next. Ik wil deze heel graag proberen. Framboos en kamille. Kamille, relax. Heb een chill pill. Of heb gewoon deze smoothie. Smoothie, smoothie. Ik heb nog nooit een smoothie met kamille. Waarom ruik ik je nou? Wist je dat kamille al eeuwen gebruikt wordt als kruid met ontspannende werking? Relax met deze smoothie. Gevuld met een mix van kalmerende ingrediënten. Als we maar niet in slaap vallen. Vergeet niet het flesje leeg te drinken voor je in slaap valt. Oh, het ruikt echt groenteachtig. Ja, het ruikt echt naar kamillepoeder. Dit is raar. Oh. De eerste smaak was echt kamille, maar uiteindelijk wordt het een beetje zoet-zuur. Het is gewoon een fruitsapje en dan proef je inderdaad echt zo'n soort... appel, banaan, perzik. Oh, daarom is die ook zo dik. Oh, dat is wel lekker. Een soort nasmaak van kamille proef je wel. Ik vind het heel lastig om die kamillesmaak niet los te koppelen van koud geworden kamillethee. Maar het is echt niet vies, het is best wel lekker. Ja, alleen die kamille die had niet geholpen. Terwijl ik kamille best lekker vind. Dat hele relaxed concept, ja, dat trek ik zeer in twijfel. Het is best wel populair om nu van die, dat soort drankjes, net als die vitamine shots. En natuurlijk werkt dat niet echt zo, maar als je denkt dat het werkt. Maar het is in ieder geval gewoon lekker. I don't know, het is januari. Matcha lemon. Oh, dit lijkt me wel echt heel lekker. Op een gegeven moment was er zo'n periode dat er heel veel nieuwe smaken, chocolade en pindakaas en whatever kwam. En toen was het allemaal heel nieuw. Nu is het best lastig om een nieuwe smaak te bedenken die echt zo goed aanslaat als bijvoorbeeld de karamel zeezout. Matcha is wel echt iets waar je van moet houden. Volgens mij is matcha lemon wel een nieuwe smaak. Althans, ik kan me niet herinneren dat die er vorig jaar is. Wow, ze ruiken geloof ik echt super. Of is dat die banaan? Nee. Of die... Dit is de... Oh, ik ruik die kamille. Oh, het ruikt wel naar limoen. Ja, limoen. Kijk, het ziet er zo uit. Gewoon als een paaseitje. Mmm. Oh, dit is heel lekker. De matcha is niet super sterk. En door die citroen is die ook wat minder aards als wat die normaal is. Wat minder bitter. En met die witte chocolade, dit is echt top. Ja, witte chocolade is gewoon niet helemaal mijn ding. Dit is echt heel lekker. Of chocolade überhaupt mijn ding is, valt in twijfel te trekken. Oh, dit kan ik echt blijven eten. Dit is echt goed. Ja, heel lekker.
Ja, wat gaat het nog toppen? Ik weet al wat het gaat toppen. Dit is een beetje vals spelen, want ik heb deze thuis al gegeten, maar het is zo'n leuk product. Een vegan salami, dus echt een borrel salami borst. Ik bedoel, dit is plantaardig. Oh, dit ruikt echt goed. Oh, dit ruikt echt heel lekker. Dit ruikt echt gewoon naar salami. Oh. Maar ja, het ziet er wel echt uit als vegetarische worst. Je hebt altijd zo'n apart kleurtje en de structuur is net iets anders. Maar het chillen aan salami is ook die rookachtige smaak en de knoflook. Oh ja, dit is heel lekker. Kijk, het is niet hetzelfde. De structuur is wat... Misschien als je echt een heel, heel dun plakje doet. Een soort van steviger. Maar het smaakt toch gewoon hetzelfde. Ja, ik kan het niet echt laten proeven zo aan je, maar ik vind het gewoon echt heel nice. Ja, heel lekker. Wel een beetje prijzig. Volgens mij iets van 4 of 5 euro, maar... Nou, voor dus een keer een feestje of een borrelplank of gewoon even iets extra's een keertje. Ja, ik bedoel, een bak met een jerry's kost ook 6 euro. Geef mij maar deze salami in plaats van Ben & Jerry's. Oké, en dan komen we alweer aan bij het laatste product. Gevulde melkchocolade met red velvet. Oh, hij ruikt heel heftig. Hij ruikt een beetje naar die Milka aardbei. Ik weet gewoon dat het niet echt mijn ding gaat zijn. Maar dat geeft niet, ik ga het wel proeven. Even een beetje iets chemisch, iets goedkoops. Ik hou ook gewoon niet zo heel erg van die vullingen. Net als dat ik niet zo hou van bonbons met zo'n vulling. Ik denk dat het een beetje die vibe heeft. Een beetje bonbon vibe. Ik vind het wel, nu ik de smaak wat langer in mijn mond heb, heb ik wel een soort van, echt een taartje gevoel. Ja, er gebeurt, ik snap het, je achter op je tong proeft hij anders dan wanneer je hem eet. Zeg maar dan de chocolade weg is. Ja. Ga je de chocolade opeten en dan binnenste eten. Meestal hou ik niet zo heel erg van chocola in combinatie met iets anders. Ik vind het altijd een beetje heftig. Ik vind die banaan ook. Ik vind die banaan heel heftig. Ik heb de chocolade eraf gegeten. En dan smaakt het wel anders. Maar ik vind inderdaad, gevulde chocolade met iets erin. Dat moet echt wel goed gedaan zijn. Ik vind het heel vaak te heftig. Zeker als je... smaken als banaan hebt of het velvet, die zijn echt al heftig aan zich. Ja. Dan stop je het ook nog in chocolade. Nou, dat. Dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Van deze het lekker. Welk product lijkt jou het lekkerst? Laat het weten in de reacties.